Een hele goede morgen. Het is woensdag en welkom bij een nieuwe vlog. Ik zit gezellig met deze meid in de auto. En het regent en we gaan boodschappen doen, dus doei. Waarom zit je nou op de slaapkamer, vraag je af. Nou, oké. Ik wilde net vloggen, maar mijn camera was leeg. Top. En toen heb ik hem op de oplaaier gelegd. Toen ben ik mijn nagels gaan lakken. Paars. Dus gek. Toch weer donker. En nu is mijn camera een beetje opgeladen. En ga ik even een filmpje opnemen van het afgelopen jaar. Wanneer komt dat online dan? Nou, dat is gisteren online gekomen dan. Die moet eerder online komen als de vlog. Toch? Weet ik veel. Dus dat ga ik nu even doen. En daarna ga ik de keuken in. Ga ik mijn eten maken, want ik moet weer ingewikkeld eten. Kip met mihoen. Terwijl er is pizza uit de oven vreet. Of uit de diepvries, maar dat vreet ik niet. Zeikmodus. En daarna dan ga ik naar de voetbal. Of nee, dan komt weer het dubbeltje hierheen. Daarna gaan we naar de voetbal. En dan moet ik filmen voor vrouw. En dan ga ik weer naar huis en dan ga ik naar bed en zo. Nou, dat was de vlog voor vandaag. Oké, genoeg bullshit. Ik ga het filmpje opnemen. Wat heb je daar gedaan? En mijn andere kind is er ook. Debbie! We gaan eten. Ja, alweer ja. Voetbal. Want we hebben gezellig een voetbaltoernooi van Nio. Leuk, leuk, leuk. Dus gaan we even kijken. Gelukkig is binnen, ja. Hi. Hallo. Kijk. Dus dat is wel alles wat we worden eerst. Kijk. En we zitten gezellig op de bank. Het is een hart. Te wachten. Te wachten met was. Een rondje is er. Moet even wachten, want ze hebben nu pauze. Een minuut. Nog een minuutje. En dan moeten we Mio. Dan moet Mio. Yeah. En dan gaan juichen. Nee, Amber is er niet. Mio! Topper. 1-0. Zo, deze meid heeft de wedstrijd gewonnen. Hallo, twee wedstrijden gewonnen. Samen vloggen. Yay. En als we alles winnen, dan zijn we eerste natuurlijk. Ja, maar hoeveel wedstrijden moet je nou nog? Nog, we hebben er in ieder geval als het goed is 2 gespeeld, dus we moeten nog 3 wedstrijden. Maar deze meid gaat dat niet redden, dus deze meid gaat naar huis. Dabbertje blijft je nog wel even gezellig bij de nichtje kijken. Oh, kijk, donker. Dit zijn nieuwe teamsfoto's. Ze laat even teamsfoto's zien. Ja. Dus, maar ik ga nu naar huis met Rasje. Deze meid gaat nog even knallen. Dus, ja. Doei. En ik ga de vlog afsluiten. We zijn weer thuis. Ja, het was even leuk, maar het was toch best wel koud, ondanks dat het in de zaal was. Bij de voetbal. Dus we hebben even 1 wedstrijdje gekeken en zijn we naar huis gegaan. Dus, en dan ben ik lekker thuis. En dan ga ik me lekker uitkleden en ga ik in mijn bed liggen. Morgen is Roon vroeg weg. Je gaat gezellig het hoort op. Dus, ik ga morgen even dingen doen voor de site nog, afronden. En daarna ga ik even naar Scheveningen met Ras. Zin in, even naar het stapelen kijken. Leuk. Dus, bedankt voor het kijken. Ik zie je morgen. Doei. Een hele goede morgen. Het is donderdag.
Tien over acht. Fucking vroeg. Roodje is vanmorgen heel vroeg vertrokken. Die is even lekker weg met mijn vrienden. Ik ga even gaan mijn dingen doen en daarna ga ik naar Scheveningen als ik het red. Want ik heb een beetje pijn met donder. Tja, maar goed. Ga niet klagen, ga niet zeiken. Gasten op, let's go. Maar met weer lekker comfy vandaag. Een trui met de belachelijke spijkerbroek. Top. We zitten gezellig in de auto met deze meid. We gaan even naar Scheveningen. Even kijken aan het stapelen. Officiële. Je rijdt binnen de trein, heeft controle. Hoe rijdt binnen? Trek controle. Dat is mijn wees. En dan gaan we naar huis. Toch? Dus gewoon even een ritje maken. Wat? Zo aan het einde van het jaar. Ben je verdwenen dan? Ik was dus verdrietig omdat 2017 is afgelopen. Ja, maar ik vind het echt stug. Ik dacht dat het 2 maanden zo. Oh ja? Nou, omdat het zo snel goed gaat, dan ging het gewoon zijn maar 2 maanden die zijn geweest. Ja, het is heel snel gegaan dit jaar. Ja. Echt mooi snel. Maria. Leuk jaar en geen leuk jaar, toch? Ja, dat moet. Ik ben echt achterlijk mijn jaar met mensen. Yes. IJsselkie! Yes. Leuk man. Oh ja, dan ga ik vanmorgen ook voor wat doen. Waar gaat denk ik vooral in nu? Ik ga morgen, ik heb wat geregeld met een vriendin. En dat hebben we ook voor spelers omdat morgen de bekerwedstrijd is. Dus toen hebben ik en een vriendin hebben wat geregeld voor de spelertjes. Dus dat gaat leuk worden. Wat is er nou weer? File! We staan gewoon fucking in de file. Ja, het zonnetje schijnt, hè? Ja, dan gaan ze echt naar het strand. Ze zijn kaartjes naar huis bij. Even vertel verder. Dus ja, dat gaan we doen. En verder hopen dat ze gaan winnen. Klopt ook? Nou, ik denk het wel. Vorige week hebben ze 11-2 gespeeld. Ja, 17 op een rij. Is 17 wedstrijden gewonnen. Forsberg las even snel Facebook. Zo, wellicht. Ik sta gewoon half in de file, mensen, op weg naar Scheveningen. Maar ja, als de zon schijnt, is het druk naar Scheveningen. En er zijn echt meer mensen die gaan kijken wat stapelen. Anders ga ik morgen al kijken wat stapelen. Ja, het wordt echt druk, denk ik. Morgen gingen we met z'n allen, nou ja, bijna met z'n allen. Naar het stapelen. En Nio gaat niet mee. Dus. Nio gaat naar Jan, toch? Geen idee. Ze gaat niet met ons mee in ieder geval. Dus. Oké, wij gaan even verder rijden, mensjes. Tot zo. We zien niet heel goed, maar het is daar. Daar zo. Hé, mag. Hallo. Nee, niet. Wacht. Daar kun je daar vinden. Ja, ik film nu ook, want je kan het een beetje zien. Ja, ik zie die dingen wel. Wacht, hier ga je het een beetje zien van achter. Zo, we zijn nog best wel echt hoog hoor. Kijk dan. Achter die mensen staat het. Zit daar! Ja, kijk dan. Yes. Yes. Er staat een muziek op daar zo? Ja. Altijd keihard, ga maar. Een hele goede middag. Het is vrijdag. 1 uur. Je hebt me laat. Het sneeuwt. Het sneeuwt echt. Gewoon vies weer. Dus we willen nog naar Scheveningen gaan, maar dat doen we dus niet. Dus, maar vanaf dan een ijshockey. Vandaag ga ik het wel proberen in ieder geval.
Maar ik ga nu lekker mijn bed in. Ik ben moe. En ik kijk lekker vanuit mijn luie stoel naar de ijshockeywedstrijd. Want ik ben niet mee. De meiden zitten er wel. Maar zo kan het ook. Goedemorgen, het is zaterdag en ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten, maar het is niet anders. Het ging niet helemaal zoals het gaan moest. We zijn op pad met dames. Hoi. Hoi. We gaan even naar Scheveningen, eventjes naar de stapel kijken. En dan boodschappen doen. En dan vinkelen bij de kachel, denk ik. Zo. En ik word nou aangekeken van, oh god, is er geen schizofreen, zit tegen de camera te lullen. Het is niet anders. Het is Jan. En we zijn op het strand. Ik denk niet dat jullie me horen met de wind. Het is de andere wandtuin erop. Zo, we zijn al even thuis, een tijdje. We zijn even naar Scheveningen geweest, wat leuk was. Met z'n allen. Het ziet mijn haar eruit, maar de wisje op het strand loopt in, die loopt in de wind. Daarna even gaan, een paar boodschapjes gedaan en ik ga het weer experimenteren. Ik heb verse spersiebonen gekocht. En nou komt het. Ik denk dat een hoop mensen mij niet geloven, maar ik heb nog nooit verse spersiebonen gegeten. Ja, wel moeder, maar dat is 40 jaar geleden. Ik koop ze altijd in een potje. Maar ik ga ze nu een keer zelf koken. Ik ben benieuwd. Kneus. Dus ik ga ze even schoonmaken. Ik ga het maar proberen. Dus, let's go. En ik ga de vlog afsluiten. Spersiebonen waren lekker trouwens. En ik eet ze nooit meer uit pot. Ik zal het nooit meer doen. Oh, kijk licht. Nee, super lekker vers. Doen we het voortaan. Ik ga de vlog afsluiten. En het is de laatste vlog die ik edit in 2017. Leuk. Ja. Toch wel bijzonder. Een heel jaar gevlogd. Ja. En op met nieuwjaar. Waar we weer gaan vloggen. Ja. En de docu van vrouw. Komt ook als het goed is volgend jaar. Ben ik ook benieuwd naar. Maar daar zijn we mee bezig. Dus ja. Ja, doe toch wel wat met je. Echt wel. Ja, ik ga hem editen, ik ga douchen, ik ga chillen en morgen gaan we de laatste dag van 2017 beginnen. En morgenavond gaan we knallen. En jullie hopelijk ook. Morgenavond, vanavond voor jullie en voor mij. Nee, voor mij ook morgenavond. Voor jullie vanavond. Dat is zo fucking ingewikkeld. Ik wens jullie een hele fijne avond. Vanavond. En drink niet te veel. Kijk uit met vuurwerk. Doe geen dingen die ik goed verboden heb. Ik neem een lekker drankje morgen. Doe ik gewoon. Heb ik zin in. En ik zie jullie woensdag. In 2018. En een happy new year alvast. Doei doei.